Maar, dat is maar goed. Ja, ik bedoel, Jack van Gelder zit wel in een flow met Rondo. Ik gisteren, toevallig zat ik vanochtend te kijken... dat er naar de herhaling van Harry Mens... Ja? Hebben meer mensen gekeken als naar Rondo. Nou, dan zou ik stoppen. De herhaling van Harry Mens. Dan kijk gewoon niet meer. Nee, maar Harry is goed. Harry is beter dan jij denkt, hoor. Nee. Jawel, Harry kan meer. Harry kan niet veel. Jawel, die zegt zelf dat hij eigenlijk een topinterviewer is. Harry kan niet veel, maar dat is op zich niet erg. Het is het enige programma waar mensen zo lang ze maar dat checkje ondertekenen als ze weggaan... Ja. Gewoon mogen lullen waar ze zin in hebben. Alles mag. Harry laat alles toe. Ja. Gisteren zat er weer een vermogensbeheerder. Ja. En die heeft 10 minuten uitgelegd aan Harry. Ja, Harry snapt het op een gegeven moment best wel. Dat Shell is afhankelijk van de prijs van de olie. Ja. Maar... dat wist Harry aan het begin van het gesprek dus nog niet. Als de prijs van de olie daalt... is die goed. Dan daalt ook hun winst. Het had het Gredemannetje kunnen zijn. Als snap het zo jij hoor. Dat? Ja. Dus, nou, dat was goed, man. Nou, in ieder geval. Maar die Harry, die had... nou ja, het was mijn avond. Maar is het dan ook zo, als het stijgt, gaat het dan weer beter met Shell of niet? Oh, ja. Ja? Oké, okay, ja, dan zijn we het er eens. Ja, kwartaalwinsten krijg okay, je kwartaalwinsten. Ja, maar in ieder geval, Harry was weer helemaal heel erg in vorm. En ik heb er één kleine vraag uitgehaald. Zomaar omdat ik hem leuk vond. Ja. Ik hem leuk vond. Harry, komt. En hoe maak je het klaar? Ik snij deze zo meteen uit, de filetjes, en die bak ik zo meteen lekker aan. Hoe bak je die aan? In de pan. Dit is het niveau! Nee. Dit is het niveau van maar die gesprekken! Ja, maar kijk, diezelfde Harry, ik kijk dan ook wel eens... Dan komt er een meneer die 10.000 euro heeft moeten betalen... komt te vertellen dat hij hele mooie vakantiebungalows aan het bouwen is. Dan stuurt Harry zijn dochter voor een reportage te maken. Ja, Suze moet ook weer voor betaald worden. Dan staat er een kok die moet betalen om daar te mogen staan. Ja, ja, ja. Dus Gert-Jan de Spekkoper, die mag hier zitten en hoeft er niks voor te betalen. Nee. Alleen Hans doet dat. Goed man, nee. Nee. Ja. Ja. Nee, Hans voor niks, dat kan niet. Nee. Nou ja, het is heel opmerkelijk. Dat mag je wel stellen. Maar je blijft kijken, toch? Ja. Ik wil niet moeilijk doen, maar hij zit er volgens mij gewoon. Het lijkt er ontzettend veel op die gozer. Dat is hij is het. Is het wel, ja? Is het er wel? Wietse van de Snaak. Wietse, ja. Van de Berensjoeven. Ja, van de Berensjoeven. Wietse Snaak, ja. Ja. Je bent het echt of niet, Wietse? Ja, ik ben het zeker echt. Hij hoort er precies tussen dat toneelgezelschap. Harry Mens, dat is jouw podium nu, toch? Ja, al heel lang. En elke week eigenlijk, hè, met de Rijn van de Week. Ja, Harry ziet het trouwens niet, want die ligt gewoon aan het slapen. Maar, ja. Die heeft een paar wijntjes op en die is gaan liggen natuurlijk. Ja. Maar hij moet morgen een beetje fit zijn, dus dan drinkt hij volgens mij niet. Maar ja, dat zegt hij. Morgen gaat hij weer los. Morgen, en dan ben je er ook weer bij? Ja, morgen ben ik weer van en heb de je weer, heb je weer een paar wijntjes bij je ook? Nee, maar je... jullie nemen het zaterdags op. Ja, het wordt zaterdags live opgenomen. Oh, en dan zondag zend je het uit. Ja, en dan herhalen nog een keertje voor mensen die... Ja, voor mij. Ja, jullie herhalen het speciaal voor mij. Ik ben de enige die kijkt. Ja, ja, ja. De enige die kijkt. Maar weet je wie ik ook zo goed vind? Die moet je ook vaker aan het woord laten. Die Ragasman. Ja, ja. Wat is die man van blij? De schoonmaak. Wat is die blij met zichzelf? Die is echt zo blij. Ja, die is zo blij met zichzelf, die Ragasman. Ja, heel goed. Maar het leuke is, ze smaken hem over het algemeen wel, hè, die wijntjes. Laten we even kijken. Ik zou zeggen, proef maar. Alles is moderner. De druiven worden 's nachts geoogst. Lekker fris. Ja. Dit komt uit Zuid-Frankrijk, Languedoc. En we proeven nu de Merlot. Waarom? Zacht. Zacht, hè? Ja. Ja. Maar dit is zo'n wijn, zeg maar, waar je mee de zomer dokken. Mooie wijn. Ja, krul in smaak en met een lange afdronk. Wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Wat vind je dit? Ja, heerlijk. Ja? Maar die heeft over het algemeen topkwaliteit, hè? Nou, proef maar, sorry. Lekker, lekker. Ja, lekker. Maar weet je wat nou zo leuk is? Dat vind ik zo leuk, weet je wel. Kijk, jij betaalt haar om in de show te komen. Dat is op zich als dat allemaal niet erg. En dan mag jij je beste wijntjes mag je neerzetten. Dus je wijn van de week doe je dan. Dan is het natuurlijk totaal uitgesloten dat die proeft en zegt...
Het is hem niet. Het is hem niet. Dat kan natuurlijk niet. Laat zei hij ook een keertje van, nou, dat weet ik, binnetje van de rood. Ik zei, nou, Harry, doe het je best maar eventjes. Dus ja, dat doet hij dan ook. Ja. Dat vindt hij lekker natuurlijk. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zie er wat achter je staan op dit moment. Ja, ik heb wat lekkers bij me. Ja? Ja? Nou ja, ik zou zeggen René. Ben je klaar voor? Ja, natuurlijk. René. Ja. Je mag ook zo zeggen. Zo. Zo, lekker man. Dat mag ook nog natuurlijk, ja. Mag ik op het kunstgras? Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, het is net gemaaid. Geen probleem. Ja, top, ja. Laat je echt gemaaid gras proeven. Ja, ja, ja. Vers, hè? Ja. Lekker, man. Begin alvast met te ruiken, net zoals Harry. Ja. Zo. Dit komt uit Oostenrijk, een beetje met die tijd van het jaar, hè? Ja, ja. Wil je ook? Ja, graag. Zo. Beetje walsen, een beetje lucht erbij. Ja, ja. Ja, dit komt van Huber. Alte Setsen. Ja. Ja, ja. We weten wat het kost, want de tijd is bijna om bij Harry. Nee, hoe duur is die? Ja, twee keer de helft. Maar dit doe ik niet in business class, dit doe ik alleen maar in first class. Oké, okay, dit is een echte wijn. Dit is echt top, okay. Ja. Het komt uit Oostenrijk, dit is 2017. Dit kan nog even liggen, maar is nu op dronk. Maar je mag gewoon uitspugen. Als jij het niet lekker vindt, jij... Heerlijk. Okay. Ja. Heerlijk. Wat vind jij ervan? Lekker, man. Lekker? Ja. Lekker, man. Lekker. Weet jij nog met die Gerard Joling hier? Ja, ja, ja. Die zat 20 minuten met Jan te praten. Die had een fles wit wijn op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Die dan gezette de turbo erop. Ja, dat kan dan in het glas niet verdampen, hoor, bij Gerard. Lekker, hoor, hij dit. Ja, nou. Heerlijk, man. Lekker nou, proeven. Ja, tuurlijk. Even. Weet je wie ik ook zo goed vind? Die van rijscholen. Van die, hoe heet die? Van die rijscholen. Jan van Katsburg. Next rijscholen, ja. Die kan over rijscholen praten 10 minuten... dat je denkt, ik ga er gelijk in beginnen. Ja, ik zie het je. Goed, rijschool, dat is het beste wat er is volgens mij. Maar dames en heren, geef me even applaus. Witse ja, ja. Snaak. Lekker hoor, dat wijntje. Graag gedaan. Ja, ja. Maar voor alle mensen hier hebben we natuurlijk gewoon lekker Bavaria biertje. Zo regelen we het ook wel weer. Ja, is goed, hè? Hij is echt goed. Hij is echt lekker. Wil jij, oh, jij drinkt niet, Johan, hè? Nee. Wil jij nog wat proberen, Jan? Nee, dank u wel. Lekker, hoor. Oh, jij drinkt ook niet. Nou, zijn we de enige twee. Oké. Okay. Deel 2 van Voetbal Insight. Vandaag met Johan Derksen, Gert-Jan Verbeek en René van der Grijp. René, ik heb je nog niet gehoord over Harry. Eigenlijk. Harry Mens. Harry, ja. Ja, dit blijft mijn, mijn afsluiten van de zondag. Toch wel? Ja, tuurlijk. Ik neem mijn saunaatje zo rond een uur of als alles voorbij is. Ja, 11 uur, kwart om 11. Dingetje, weet je, dan ga ik saunaatje en dan neem ik een whiskytje en dan komt hij. Ja, ik lees ook alles over hem. Ja? Ja, ja, ik lees alles over hem. Laatst heb ik interviews te lezen over hem dat hij weer besloten heeft om vrouwen van zijn leeftijd te nemen. Hij heeft nu ook weer een dame van zijn leeftijd. Hij heeft heel lang gezocht naar vrouwen met zijn intellect. Ja. Die waren er niet. Nee. Dus hij neemt vrouwen van zijn leeftijd. Maar gisteren was hij weer... ik kan hem aankondigen, maar hij was weer in grootse doen. Ja? Ja, 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 ja. Daar komt hij. Wat ik ook niet begrijp, Willem. Vitesse, Sparta, die wint niet van Vitesse. Nee. En een week later spelen ze de sterren van de hemel en verslaan ze Feyenoord. Hoe kan dat nou? Nee, een week eerder. Nee, een week later. Nee, een week eerder verliezen ze van Sparta. En daarna krijgen ze met 5-0 een draai de oren van Vitesse. Je hebt allemaal kranten. Heb je dadertje op elkaar in gegooid. Heb ik dat weer. Nee, dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Nee, als je zoveel van het papier voor je hebt, dan weet je het op een gegeven moment. Zie je de bomen in het bos. Nee, je hebt ongelijk, want dit is de krant van 2 maart. Vitesse. Eerst spelen ze tegen Sparta en die verliezen ze met 1-0. Ja, die verliezen ze, ja. Nou, en dan zeg ik daarna, gaan ze voetballen. Nee, je draaide het even om. Nee, niet waar. Ik zei het goed. Nou, ga het maar uitzoeken straks. Nou, goddomme. Jij zelden mensen gewoon 45 seconden zo langs elkaar heen zien praten. Ja, maar ook niet voor de eerste keer natuurlijk. Nee, dat is anderhalf uur lang dit. Ja, maar zou je er zelf niet een keer willen zitten bij Harry? Nee, het is 8:30 ochtend. Oh, dat vind ik heel erg vroeg. Maar dat wordt toch een dagje erop genomen? Ja, op zaterdag. Maar misschien dat hij daarom al dus een beetje verstrooid is. Omdat het te vroeg is. Misschien kan hij beter zijn programma's naar 's middags. Dat hij een beetje uit kan slapen. En zo. Maar het wordt voor mensen die helemaal in de stront zitten. En met de rug tegen de muur staan. Met allerlei problemen. Die hoor ik dan overal zeggen. Maar de volksgezondheid gaat voor. Ja. Hè? Maar daar menen ze geen flikker van, want die mensen bij Liverpool die willen gewoon kampioen worden. Wat zullen er ook verschrikkelijk veel huwelijken naar de galmse gaan? Hè? Dat je gewoon Komt een babyboom komt. Dat je in één keer 24 uur bij je vrouw zit. Geen babyboom bij jou? Bij mij thuis geen babyboom. Trouwens, moet van de hond zijn. Ik weet niet of jullie nog naar business class hebben gekeken van Harry Mens. Die had Marion Koopmans weer uitgenodigd. Hoe de hel is Marion Koopmans? Ja, maar is dat
is dat Lisbeth van Dijk, of niet? Ja, Lisbeth, oh ja, ja. Wie is Marion Koopman? Nee, dat is weer iemand anders. Ja, maar, die ook dat niet is een bioloog. Maar we hebben het hier over Lisbeth van Dijk. En wie is Lisbeth van Dijk? Ja, dat medium, ja. Het is niet zijn zus. Dat denk jij, hè? Ja, ik denk dat het Harry zijn zus is. Ja. Maar waar hebben jullie het over? Nou, Lisbeth was onlangs ook de gast bij, medium. Bij Harry. Spiritueel medium is een spiritueel ziener. Is het, en die ziet gewoon veel in de toekomst gebeuren eigenlijk, Lisbeth. Hoe lang kunnen die jongens dat nog volhouden bij Veronica Insight zonder dat er voetbal is? Ja, maar dat VI is toch een soort roddelprogramma? Kijk je dat nou. Heeft toch niets met voetbal te maken? Ik heb altijd het gevoel dat ze alleen maar een soort shownieuws, alleen maar iedereen zit af te kraken. Overigens, die jongens van VI, maar ik vind ze ook wel heel erg leuk. Er zit één Rotterdammer bij, hè? Ik ben natuurlijk ook een Rotterdammer. Die René van der Gijp, die gaat toch trouwen? Ja. Heb ik dat goed gelezen? Ja, maar een vrij jonge je vrouw. Je moet eens weten. Als zou hij nog kinderen krijgen? Nou, als ik naar hem zit te kijken. Hij is een hele stoere jongen. Harry, ik voorspel je. Dat hij gaat helemaal onder de duim bij die vrouw. Deze vrouw heeft hem helemaal in de hand. Hij gaat nog kinderen krijgen, dat eist zij. Dat eist zij. En hoe heet die... Maar gaat Johan Derksen dan Peetoom worden of zo? Nou, ik denk dat de tweede naam van... Want ze krijgen een zoon, dat de tweede naam Johan wordt. Ja. Ja, ja. Ja. Maar als dit soort mensen de ruimte krijgen op tv... dan kunnen wij tot onze dood doorgaan. Ja, hier, absoluut. Ja. Maar dit is bij Harry, hè. Dit is gewoon op de zondagochtend, hè, natuurlijk. Dat is net iets anders dan dat je primetime natuurlijk de wereld uitlegt... hoe het in elkaar zit met voetballen. Ja. Maar ik had nog nooit van dat mens gehoord. Maar dat is wel één keer vermakelijk. Ja. Maar verdient ze daar ook geld mee met dit soort onzin? Nou ja, ze zitten niet zo. Maar of ze moeten misschien wel voor betalen, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar... normaal gesproken. Ja, Harry die houdt niet van betalen, hè? Die houdt meer van ontvangen. Ja. Maar dit is voor mij het absolute hoogtepunt van de zondagnacht, weet je wel. Gisteren ook zat Willem er, dus hij zegt tegen Willem, hij zegt... Hey Willem, dat boek van Cruijff, van Egmond, dat... waarop Willem zegt... Nee, dat was van Egmond niet. Nee, van Cruijff, van Egmond, van Cruijff. Nee, zegt Willem, dat was het boek van Grijp. Nee, nee, nu het boek van Cruijff. Wou die Willem zeggen, ja, maar dat is Jaap de Groot. Oh. Dan ben je al 3 minuten verder. Ja. Dan zit je gewoon al 3 minuten te kijken. En dan zitten ze totaal tegen elkaar gewoon. Dit is een waanzinnig programma. Ja, dat wordt niet op waarde geschat, iedereen. Dat is een waanzinnig programma. Ja, dat zou prime time mogen op RTL 4. Ja, het was ook zo mooi dat op een gegeven moment had hij twee waar kisten in gingen. Ze gingen naar zijn crematorium. Wie? Nou, hij heeft een crematorium, Harry. Harry heeft een crematorium. Had hij twee ovens waar heeft hij een crematorium? Ja. Ja, ja, ja. Dat loopt goed, hoor. En dat loopt als een trein. Ja, loopt echt als tierenlier. Wat doet hij? Wat doet hij daarmee dan? Nou ja, wat denk je? Ja, wat mensen in een crematorium doen. Het is geen dierencrematorium, het is gewoon een menscrematorium. Ja. Dus hij had twee... Maar dat is voor zichzelf. Huh? Dat heeft hij zelf. Heeft hij zelf, ja. En waar is dat dan? Nee, hij woont daar ook volgens mij. Nee, maar hij liep er echt rond alsof hij echt thuis was, weet je wel. Ja. Voor mij woont hij daar. Stookt die ovens nu dan even op? Doet hij zelf? Ja. Dus hij barbecued veel, hè? Ja, doet hij ook. hij liep in dat crematorium. Houdt hij veel van pizza's aan? Nee, er was één hele grote, zeg maar één klein gat en een groot gat. Dus voor de grote is dat, ja? Nee, Excel. Dat dacht die man. Oh. Die man dacht... Welke man? Die man dacht, dat is natuurlijk voor kleine mensen en grote mensen. Welke man heb je nu ook? Die dit interview deed. Oh, oké. Okay, dacht jij dat hij zichzelf lult van? Nee. Veel welke man? Die is aan een vraag. Ook zijn dochter heeft dus die niet. Man zegt, dat is natuurlijk voor kleine mensen als voor grote mensen. Waarop die Harry denkt, nee. Maar die durfde dat niet te zeggen. Waar was het die dan man, voor? Nee, waar was dan? Dat je er meer in kan stoppen. Meer in kan stoppen? Ja, dat je er meer, gewoon meer van die dingen in kan stoppen natuurlijk. Daar ging het om. Hij zegt, het moet wel een beetje rendabel blijven. Hij duwt ze door. Ja, hij duwt ze door, ja. Harry. Nee. Ja, ja, ja. Ja. Hij wil zelf beetje onsmakelijk verhaal. Nee, maar hij wil zelf overigens begraven worden, zei hij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het kan dus zijn dat als jij daar bent om iemand de laatste eer te bewijzen... dat er nog een doosje voorbij komt. Nou, het allerergste zou natuurlijk zijn als je daar ligt... en de familie staat klaar dat Harry Mens binnenkomt en een toespraak houdt. Dat zou het allerergste zijn wat je zou kunnen overkomen. Ja, dat is een hele slechte dood, is dat. Ja, dus er zit weinig coherentie in dat verhaal. Niet goed. Nee, maar Harry Mens is echt een hele aardige man. Ja, fantastische man. Serieus? Nee, dat is echt hij houdt goed verborgen. Wat? Ja. Is een aardige man. Jij kent hem.
Ja, als ik met Sofie in Huis de Duin ben, zit hij altijd gezellig naar Sofie. Nee, maar het is, kijk, het is een hele na een paar wijkjes doet hij even kijken of Sofie toch die geitenwolle... Ja, maar het is wat zo... Nee, nu we toch op het niveau zitten van Pieter de Jong. Harry Mens, hij is al even gevallen, de naam. Ik bedoel, ja. Met het onderwerpje van... Nou ja, kijk, het blijft natuurlijk hetzelfde. Ik bedoel... Kijk, voor mij had het gemogen. Hij denkt zelf nog steeds dat hij Matthijs van Nieuwkerk kon opvolgen bij de Wereld Draait Door. Ik denk van niet, maar... Dus het was weer raak dit weekend. Daar gingen we weer. Ja, dit is zeg maar wel het paradepaardje waar ik regelmatig bij jou toch eventjes onder de aandacht breng. Maar dit is een iets luxere variant. Moet het wel lekker. Die laatste 7 maanden op Frans Eiken rijpen. Italiaanse wijn op Frans Eiken. Daarna rijpt hij nog een paar maanden op fles. En dan krijg je zeg maar een hele dikke, ronde, zachte, maar zeer toegankelijke wijn. Lekker, en heel betaalbaar. Kijk, we kennen die instappen, Domiciano, die kennen we rond de 6,5 euro. En dit kost slechts 8,45 per fles. Kijk eens aan. Dus 7,45. Ja, 8,45 per fles. Hij luistert goed. 48. Het was wel unieke tv geweest, als die zoiets als De Wereld Draait Door moest presenteren. Dan had hij nou ook Maxima moeten Dan had hij ook gewoon Batshuayi opeens geroepen, vanuit het niets. Dan had hij er tussendoor Maxima nog even een vakantievilla verkocht. Maar als het een schoppartij werd, dan konden Van Hanegem, Neeskens en Zuurbier dat ook winnen. Ja, dat had jij ook gekund, toch, in jouw tijd? Nou ja, dat was mijn link met Van Hanegem. Dat bedoel ik, ja. Maar hij is de enige... Zij hebben wel in 74 en 78 voor het eerst het Nederlandse voetbal worldwide op de kaart gezet. Ja. Want we bestelden helemaal geen reet voor, net zoveel als nu. We speelden tegen Saarland 1-1 en dat soort rare dingen. Tegen België verloren met 6-1. Ja. Dat soort uitslagen. Maar in de jaren 70, dat was deze generatie, die hebben het voetbal neergezet. Ja. Het mooiste linkerbeen aller tijden. Ja, waanzinnig. Ik waanzinnig. Maar ja, nu zit hij af en toe nog bij Harry Mens. En? Was hij goed dit weekend? Ja, nee, ging goed? Ik sluit af altijd. Whiskietje op tafel. Harry Mens is mijn favoriet. En? Weet je? Ja, hij was weer op dreef, jongen. Ja, Harry, goed? Ik heb even een beeld. Stukje, Harry. En daar gaat hij. Kijk, hij gaat nu wijn proeven. Hij weet het verschil tussen wit en rood niet. Dat moet je weten. Kijk. Lekker, Harry. Kijk. Dat is de topcafé. Caia Rossa. Dat is wel echt meer met Sangiovese, dus de Italiaanse druifsoort. Lekker. Ja, ik vind ze allebei lekker. Kunnen gaan, let op. We hebben het beste niet. We moeten even terug, want dan gaat hij nog verder even dadelijk. Ja? Daarna het beste niet gooien. Dan wel één keer kijken. Eén keer. Maar dan moet je even niet lachen. Dat is de linker, zou ik mee beginnen. Kijk. Dat is eigenlijk de tweede wijn. Wat Joost al zei, dit is eigenlijk de Bordeaux blend. En deze? Dat is de topcafé, Caia Rossa. Dat is wel echt meer met Sangiovese, dus de Italiaanse druifsoort. Ja, ik vind ze allebei lekker trouwens. Dat is ook de bedoeling. De hele week open? Ja, zonder dicht. Zonder dicht. Ja. Dat doet hij altijd, hè? Dat doet hij altijd. De hele week open? Nee, dan zegt die man zonder dicht. Dat vind ik zo goed, man, ja. Maar wij lachen er allemaal mee, maar het is nu een slimme man. Want die jongens mogen de wijn even presenteren en betalen daar gewoon 10 ruggen voor. Ja. Ja. En wij zetten hem helemaal op de kaart met dit programma, joh. En ja, hij ons natuurlijk, man. Ook. Sinds hij ons een beetje heeft aangehaald. En Wereld Draait Door hebben we ook in de gaten nu, hè? Ja, die hebben ook in de smiezen. Ja, dat is jammer. Die beginnen ook. Maar als jij 10.000 gulden betaalt, euro betaalt aan hem, mag je 5 minuten voor paardenlul uitmaken in dat programma. Ja, Harry? Ja, en dan krijg je helemaal de ruimte. Staat er niks je komt gewoon zendtijd bij hem. Nee, maar dat hoort Harry helemaal niet. Die gaat gewoon door naar de volgende vraag. Die zegt gewoon... Nee, maar dan zeg jij bijvoorbeeld... zegt hij tegen jou... God, Hans, hoe voelt dat bij Ziggo? Dan zeg jij Fox. Zegt die Fox? Ook goed. Wat je wil, joh. Ja. Speciaal voor jou, maar wij kunnen er wel op klinken. Gezondheid, 60 jaar, wat gaat Dank die tijd? Dank je wel, hè. Zeker. Hebben we natuurlijk de belangrijkste vriend van René natuurlijk even erbij gehaald. Harry Mens. Daar komt hij, Harry. Het is wel een heel plechtig moment dat ik je toe mag spreken. Nee, zo recht in de camera, à la Wiegel. En ja, wat moet ik nou zeggen? Je hebt alles al, je verdient een vermogen per jaar. Je bent iets te zwaar. En uiteraard gefeliciteerd met je verjaardag. Dat je maar een grote jongen mag worden. Iets te zwaar. Kijk maar, ze kijken wat hij tegen jou gezegd heeft. Nee, ja, jongen. Valt zo mee, man. Nou, je staat scherp. Harry. Ja.
En dit weekend waren er twee mannen op leeftijd, Theo Hiddema en Harry Mens. Ja. Heb je het gezien of niet? Heb ik gezien. En het is natuurlijk wel zo dat die Harry Mens echt een jaar lang dat Forum voor Democratie gepromoot heeft. Alleen maar in het programma. Dan was die Baudet, dan Hiddema, dan Baudet, dan Hiddema. En ze werden geen strobreed in de weg gelegd. Hè? Ja. Die Baudet die mocht gewoon 10 minuten raaskallen. Harry zei niet één keer, ja maar nee, hij mocht gewoon blijven gaan. En dan nu dat ze dan de grootste partij zijn, gaan ze natuurlijk praatjes krijgen. Ja, nogal. Dat vond Harry niet leuk. Nee, maar vond ik leuk dat die Harry er wel zo tegen ging. Ja, maar die was pissed off. Ja, dat had gelijk ook. Theo, ik had even een voorgesprekje met je. Je zegt, je moet volgende week mee in de Kamer met name luisteren. Maar ik wil toch weten, dat falende systeem, hè? Ja, nou, daar kan ik weinig van zeggen. Maar is het niet zo dat je hebt aan de ene kant de crimineel in de slag, in de dader... Wat zit je nou weer over die andere Faber? We hadden afgesproken dat je dat niet zou doen. Ja, maar ik wil mijn kruid droog houden in de Tweede Kamer, dus zit jij me hier uit te melken. Zoek een ander onderwerp. Je begint met Willem van Hanegem een complotje gesmeed tegen mij of zo. Ja, nou ja, anders ben je echt niet in de toom te houden. Jij moet je echt in de greep houden. Waar hou je nou in je onderwerp? En wat ga je er nou tegen doen? Begin je nou weer? Ik ga je dat niet vertellen. Ja, dus dat wordt... Harry, daag me niet uit, anders loop ik nog weg ook. Ik heb al last van die hond en die schamele ondervraging van jou, die hangt me ook te keren. Begin nou eens aan wat je lees. Wat me opvalt na de overwinning van jou, dat je arrogant tegen me gaat doen. En voorheen likten jullie ons. Wat lul je likken? Nou? Ja. Met grootsmoken tegenzin ben ik aan deze tafel verschenen. Ja, door de jaren heen. Door de jaren heen. En dan heb je geholpen en dan ben je klaar. Je bent hier gedomme, je lijkt me zo'n beroepspoliticus. Jij duwt me, dat trekt me naar binnen en dan krijg ik dit te horen. Bedankt, hè? Mm-hmm. Niet zo narrig doen, hè? Hm? Niet zo narrig doen. Nee, die hond maakt me een kribbel. Die hond. Ja. Oh, je geeft de schuld aan die hond. Die ruikt dat ik een kat heb. Nee, maar... Hij had wel gelijk, die Harry, hoor. Hij had 100% gelijk, want ze hebben alle ruimte gekregen, hè, als enige partij. Ja. Want hebt nog een keer Buma, hebt hij nog een keer gehad en zo. Maar voor de rest, die kregen alle ruimte om hun verhaal te doen. En inderdaad, dan hebben ze wat stemmen en dan gaan ze... Ja, maar tuurlijk, ik begrijp het wel. En Harry vindt ook dat hij wat wisselgeld terug moet krijgen. Maar als je off-camera afspreekt dat onderwerp bespreken we niet... dan moet je niet erop terugkomen. Want omdat er een debat in de Kamer is over dat precies, onderwerp. Precies, hij wilde dat omzeilen, want hij wilde nog niet dat vertellen. Dus ik begrijp wel dat Hiddema daar een beetje boos over was. Kijk, als jij zegt dat ik niet van die badjassen mag vertellen... dan doe ik dat niet. Nee. Of dat je niet over mijn buikloop zou beginnen, dan doe je dat niet natuurlijk. Nee, maar dat vind ik iets nationaals hebben. Ja, vind je dat nationaal? Ja, ik wou het ook niet buikloop, maar ik vind diarree beter woord. Ja, vind je dat fijner? Ja? Ja, dat doe je goed. Diarree, dan zie ik zo'n onderbroek met van die remsporen voor me. Is jou nog wat opgevallen, René, dit weekend? Nou, dat je zegt, Harry Mens is voor mij altijd op zondagavond de ideale afsluiter. Ja. Omdat het gaat helemaal nergens over. Dan ga je heerlijk naar bed toe. Ja. Nu ging die, je moet je voorstellen, Harry ging achter de piano. Harry? Harry ging achter de piano, speelde niet. Nee. En een volwassen man ging vertellen wat Harry aan het doen was. Maar hij deed niks. Hij speelde niet, maar toch ging die man... Toch ging een volwassen man vertellen wat hij aan het doen was, ja. Let op. Jongetje, eigen vleugel. De speakers geven de zang en het orkest. Dus heel divers. Beetje Rita Reis-achtig. Ja, dit is Elvis. Holy. Dit is Rita Reis-achtig, dit is Elvis. Krijg je echt een pianopartij. Het is Pim Jacobs weer, hè? Ja, hij heeft van lol in. Hij heeft van lol in. We zijn allemaal de weg kwijt. We zijn echt allemaal de weg kwijt. Dat zit die man op zaterdagochtend te doen, hè? Dit is een beetje Rita Reis, die zelf is. Zijn die man... Heel goed, vind ik dat. Nee, ik heb het nooit gezien. Ik heb wel mensen zien playbacken, maar op... maar dat is zo'n zelfspelende piano. Zelfspelende piano, dan kun je alles spelen. Ja. Vind je leuk? Leuk. Maar je maakt er nu grappen over, maar je hebt het zelf hier ook wel eens gedaan. Ik heb jou hier wel ooit eens viool zien spelen. Ja, dat was ook een succes. Tuurlijk, maar wij hebben ook wel eens piano gespeeld in Scheveningen. Oh ja, dat klopt, ja. Weet je dat nog? Ook op een piano die idee. Ja. Oh,
Maar je bent mij wel toegegeven toen, hè? Nee, je, ja, André Rieu? Heeft hij het mij toegegeven. Ja, op de radio heb ik hem gehad. Ontkende hij het bij hoog en bij laag? Nee, hij wat heeft hij toegegeven? Nou, dat hij natuurlijk niet speelt. In het stadion? In het stadion. Dat kan stond natuurlijk. Hij alleen op de middenstip? Dat kan natuurlijk niet, Hans. Dit kan niet. Nee, de muziek begon ook te vroeg. Ja. Hoor, ja, maar Hans, dit kan niet. Want er zit nog ineens een draadje aan. Dacht jij dat een viool zo geluid maakt in zo'n stadion? Dat kan toch niet, man? Nee, dat is gewoon een plaat. Nee, nu zie ik het zelf dat ook. Dat is gewoon een plaat. Dus hij rijdt gewoon 400 kilometer om een plaatje te draaien. Op de radio zei hij echt bij mij... Nee, Wilfred, geloof mij nou niet, maar. Dat kan niet. Nee, dat klopt niet. Kan echt niet. Hij belaast het de boel. Ja, hij belaast het de boel. Hij belaast het de boel niet. Nee, maar dat is technisch gewoon onmogelijk om met een viool in een vol stadion te gaan. Zo, je kan hem toch gewoon aansluiten? Ja. Dan krijg je toch sterkertje erbij, microfoontje erop. Is, ik bedoel, André weet je hoe hard het gaat in het stadion dan? Ja. Oké. Okay. Nee, dat kan niet. Nou, bij deze. Het is gewoon echt, het is live. Het is live. Het is belangrijk ook dat het live is. Dat weet je nooit met Talpa. Nou, het is live. Toen kunnen we gelijk het is als de leuke dingen eruit geknipt worden, dan is het niet live. Er gebeuren natuurlijk genoeg andere dingen. Er zullen jullie al meer dingen zijn opgevallen dit weekend. Maar nou ja, het is altijd lekker in coronatijd. Weet je. Ja. Het is een beetje onzeker dat je dan altijd net voordat je naar bed gaat... nog naar Harry Mens kan kijken en dat weet wat je krijgt. Ja, dat is gewoon... Dat is gewoon, weet je... Dan, vaste prik. Vaste prik. Je weet wat je krijgt. Heerlijk, man. Echt heerlijk vind ik dat. Beginnen we met een stukje klassiek. Klassiek. Moet ik klassiek bijkijken? Ja. Het is echt de pianoklank die je hoort, dus. Je eigen vleugel hoor je. We kunnen bijvoorbeeld een stukje jazz ook nog. Schenk je gezellig een glaasje wijn mee in. Oriente Odee. Modestita Modita. En de speakers die produceren dus de zang en het orkest daaromheen. Kijk, meisje, heb er genoeg van. Abrupte onderbreking. Niet zo goedemorgen. Harry, goedemorgen. Ja, dit zijn hele zachte wijnen, hè? Het is zo lekker makkelijk. En rood, dat kan natuurlijk ook, want rood kun je natuurlijk ook het hele jaar doordrinken. Heeft die Cabernet Sauvignon, beetje Syrah, wat zoet fruit, maar ook weer droog. Ook weer die houtrijping. Ook makkelijk drinkbaar. Ja, het is allemaal heel vriendelijk en toegankelijk en zacht. En Portugal verrast mij. En dus ik vind voor deze prijsklasse vind ik dit echt een heerlijke wijn. Het is heerlijk om je eigen programma te hebben gewoon, hè? Ja, maar het erg is dat die mevrouw van die piano... Die moet betalen, want het is gewoon één commercial. Ja, die kijk, en die wijnboer die moet betalen om zijn verhaaltje te mogen vertellen. En dan gaat hij niet zeggen, het is niet te zuipen. Nee, het is allemaal prachtig. Het is allemaal lekker. Het zou toch een keer leuk zijn als je dat wel zou zeggen. Ja, één keer. Niet te zuipen gewoon. Eén keer uitspugen. Gadverdamme. Ja. Nee, het blijft een heerlijkheid, die Harry Mens. Zou hij het ook een beetje voor ons doen, denk je, inmiddels? Zeker, niet? Zeker. Ja, toch? Ja, die gaat over 2 weken weer achter die vleugel zitten. Ja, ik wachten. Speciaal voor hij gaat er nu bij zingen. Al? Ja, moet hij niet doen. We kunnen hem een keer inhuren op een van onze feestavondjes. Of van de zomer. Ja. Ja, Vee Oranje, hè? Die al opgevallen zijn dit weekend, dat je toch, je zit veel te kijken. Harry Mens gaat gewoon door waar die ooit, zeg maar, gestart is. Waar hij groot mee geworden is. Mee geworden is, en dat is het niet luisteren naar mensen. Het er gewoon scheid aan hebben wat ze zeggen. Let op, we hebben er weer één. Na 2 keer wordt hij leuk. Eerst even kijken, dan nog een keer kijken. Als je de hele dag thuis bent met elkaar, dat lijkt me toch niet een goede insteek voor... Na de zomervakantie, na de kerst, zien wij altijd meer echtscheidingen. Okay. Dus misschien... Nou, u bedankt voor het kijken. Maakt u er een mooie zonnig van. Gezondheid. Is heel goed dat dit, hè, Wim, hè? Meisje wil gewoon iets gaan vertellen. Ja, moet je nog eens zien? Eén keer. Als je de hele dag thuis bent met elkaar, dat lijkt me toch niet een goede... insteek voor... Na de zomervakantie, na de kerst, zien wij altijd meer echtscheidingen. Okay. Dus misschien... Nou, u bedankt voor het kijken. Maak u er mooie zin van gezondheid. Maar, ze doet ook nog de hand omhoog. We denken dat het meisje 10.000 euro heeft moeten betalen om daar te zitten. Die kans is erg groot. Die heeft Harry lang in zijn zak gestoken. Die waarschijnlijk zei er iemand buiten beeld van je moet stoppen of niet. En Harry gaat dan stoppen. Het is wel leuk geweest. Terwijl wij... Zeg dat dan even in zo'n meisje. We zijn nu op het eind, weet je wel. Er staat hier al 10 minuten die iemand die beweging te maken. Maar dat maakt het aan. Maar Willem van Hanegem, Harry, komt hij mee of niet? Of is het soms lastig voor Harry? Om de deskundigheid helemaal... Nee. Nee?
Nee, die Willem vindt hem lief. En die Harry, daar markeert niet veel aan die man. Ik zag hem gisteren zingen. Ja, lieve man, lieve man. Niks. Maar er ging iets over rode en gele kaarten. Ging er iets mis, toch? Begrepen? Ja, alles ging mis weer. Ja, alles ging mis. Ja, bij Harry gaat altijd alles mis. Maar ik vind het nog het leukst als er dan weer zo'n vent is... die dan een wijntje meegenomen heeft en daarvoor betaalt. En dat Harry dit maakt. Lekker zacht. Dat vind ik zo goed. Heeft hij gewoon zijn 10 ruggen voor? Ja, die heeft 10 ruggen voor betaald om daar te zitten met dat wijntje. Nee, nou, die hebben we niet. Maar laten we even naar de kaarten kijken van Harry en Willem. Wat was er nou met een speler die kreeg een derde rode kaart... en dat wat hij zelf voor aangewend om een wedstrijd over te slaan of zo? Hoe was dat nou? Nee, je hebt geel. Ja, dat weet ik. En rood. Ja. Nee, wat je zegt, een derde rode kaart. Nee, die derde geel gezien. En dan rood. Ja, maar dat is wel een groot verschil, Harry. Ik versprak me even, Willem. Oké, sorry. Nou, dat gebeurt je nooit, dus ik neem het je ook niet kwalijk. Nee. Dus dames en heren, het was 3 keer geel en dan rood. Nee, het was 2 keer geel. En dan rood. Ja. Jongens, zomaar besluiten met lang zal ze leven dan voor die Willem. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Nou, Willem... Alleen daarom moet Hoe vaak zou die Harry op een dag horen als hij iets zegt ergens... heeft u gedronken? Ja. Want het is net alsof hij lam is, terwijl hij misschien alleen koffie opneemt. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar het is toch wat als je 10 ruggen moet betalen om daar aan te schuiven... dat je nog een bevel van Harry moet gaan zitten zingen. Ja, nou ja, dat is wel een als spontaniteit. Je waren niet echt vrienden, maar je kan je genoeg dingen herinneren. Heb je een leuke kleedkamer-anekdote wat dat betreft? Nee. Oh, dankjewel, Rieders. Daar denk je niet mee. We gaan weer verder. Je hebt ook presentatoren, die gaan gewoon langs de mensen zitten kijken. Zo. Die zitten dit. Nou, in ieder geval, nee. Wie staat dan? Wat? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Nee, hij heeft het nu over Harry Mens. Nee, maar ik bedoel, mijn favorietje op de late zondagavond. Nee, kijk, RTL heeft gewoon ingegrepen bij Harry in het programma. Weet je wel, want Harry lult maar net weg, weet je wel. Dus die letten niet op tijd en zo. Maar we hebben RTL nu natuurlijk gezegd, joh, we zetten een klok neer... en kijk nou dat ongeveer zo'n gesprek mag ongeveer 10 minuten tot 12 minuten duren. Maak het niet te lang. Maak het niet te lang. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet heel de tijd gaan zitten zeggen dat er een klok staat. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat doet hij, hè? Ja, dat doet hij. Let maar op. Zit je om de hoek te kijken? Nee, ik zit... Ik zit om de hoek te kijken. Ik zal het je maar vertellen. We hebben nog 2 minuten. En ik zit naar die speculatie te loeren. Want we moeten ook over die speculatie hebben. Nee, maar dan ben jij weer boos. Ja, maar je kan ook tegen mij zeggen... Gaat er eens naar achteren dan. Nee, maar ik heb het net al... We hebben nu nog 1:47. Dus ga even door. Wat is jouw binding nou met die speculatie? Ik heb omdat ik het lekker vind. Ik heb met Jaan de Graaf gewerkt. En ik zit nou te kijken, want ik ga nou weer even kijken. We zijn al een minuut over tijd. Nou, sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Het is toch goed dat dit... Het is echt top tv. Ik bedoel, maar op een of andere manier is het wel een goed duo. Het is waanzinnig, maar televisie is dit. Is er niks mis mee? Nee. Het is hartstikke goed, man. Nee, het is echt goed. Jullie zitten met de zeiken over Harry Mens. Zat hij hier maar een keer als presentator? He? Kan je lekker uitpraten? Kan je op de klok kijken? Ja. Ik denk niet dat er geen ene keer naar je geluisterd gaat worden. Want het gaat gewoon over iets anders meteen dan. Als jij dan zegt, heeft iemand die iemand doodgeschoten... zegt hij, gisteren heb je lekker gegeten, heb ik gelezen. Kijk, hoe was het ook alweer? Maar even over... Ik weet niet, betalen moet dan maar wat komen. Hebben jullie allemaal tegen Harry Mens? Wij vinden Harry geweldig, man. Harry is top. Kultfiguur, Harry is echt geweldig. Ben ik serieus? Ja, natuurlijk. Ja. Prima. Toch? Waar zit je weer aan te kijken? Kijken wat er gebeurt als er een stilte valt. Gewoon even kijken. Maar ik word er niet nerveus van. Nee. Willem van Hanegem, dat is een goeie, toch? Helemaal goed. Ja. Nou, die zat vanochtend weer bij Business Class. En die probeerde Harry iets uit te leggen. Ja, en dan weet je hoe laat het is. Maarten Stekelenburg, de keeper. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, wij hebben niet zoveel goede keepers. We hebben een hele goede keeper. En het is toevallig een Feyenoorder. Stekelenburg? Nee, toch? Ik denk dat... Stekelenburg is een Ajax-iet. Nou, wat wil je dan? We hebben een hele goede keeper. Bij Feyenoord? Het is godverdikkie. En wie zou je dat... Gaat nou eerst... Ja, joh, ik ken niet... Nee, je moet wel luisteren, want anders ga je alles door elkaar. Willem, tot slot, hè? Lukaku, daar heb ik minder goede herinneringen aan. Ja, hij is fantastisch. Topspeler. Ja, een paar keer moet, maar hij heeft sukkerbenen, joh. Dat is gewoon niet normaal.
Ik wil gewoon iets zeggen en dan ga je godverdomme gewoon met dit doorheen kletsen. Ja, maar dit is gezien geval, hoe die jongen nou weet ik iets van de voetballer. Nee, die jongen die speelt bij Eriksen het elftal in Italië bij Inter. Heb je gezien hoe hij reageerde toen hij die goal maakte? Soms is hij lief, dat zijn mijn dochter ook, maar niet altijd. Ja, Harry, hè? Ja. Zulke benen. Hij had niet alleen zulke benen, hè? Hij kon hem er keihard in. Nou, het is 10-12 dat ze het opmerken kunnen net. Het laatste nieuws is dat de relatie tussen de dochter van Harry Mens en Lukaku alweer voorbij is. Nee, zo. Ja, maand of drie geleden, Sarah, het is voorbij. Het is niet heel duidelijk wat daar de reden was, maar ja. Dus Lukaku dat is was misschien een maatje te groot, hè? Ja. Zou kunnen, weet ik niet. Dat, Je hoort dat soort dingen zeggen, maar je kan het niet controleren natuurlijk. Hè? Nee, je kan het niet in de gaten. Maar daar hebben we nu Gordon voor. Ja? Gaat hij op zoek? Zou het een programma voor Gordon kunnen zijn? Nou, die kan wel eens een waaronderzoek doen. Hè? Ja, nou, dat is als Gordon van de verse vleeswaren. Daar is hij wel voor in. Maar weet je, laat toch gaan in dat land, Jan. Jan, de nummer 1 van België en de nummer 1 van Nederland. Laten wij overal naartoe gaan. Ja. Ja. Maakt ons geen reet uit. Waar zit jij niet, Jan, eigenlijk? Nee, maar dit is ons kijkcijferkanon. Ja, dat geven we zo uit handen. Nou, maar hij zit overal. Er is geen zender die aan kan zetten. Of je zit er niet, Jan. Ik bedoel, ja. Nee. Nou, maar welke dan? En dadelijk gaat hij nog... Hij is ook bezig met 24 Kitchen. Nou, dat kan je allemaal. Ja, maar Jan, jij laat je helemaal lachen. Jij laat je nu zelfs lenen voor commercials voor de leasemaatschappij, man. Ja, wat is er verkeerd mee? Nou, laat ik rijd in lekker. Kijk even zelf wat je van het resultaat vindt. Kijk even mee. Komt-ie. Welkom bij de leasemaatschappij. Ben je op zoek naar een comfortabele leaseauto? Dan zit je hier goed. Je kan hier altijd langskomen voor een kop koffie en een persoonlijk gesprek. Dat is de basis van een fijne relatie met één vast contactpersoon. U wordt dan net als ik een tevreden ambassadeur van de leasemaatschappij. Als je dit aan Harry Mens laat zien, keurt hij het af. Dat denk ik ook. Dat wil wat zeggen. Nou. Want als Harry er zoveel geld voor kan krijgen, dan kun je het nog af ook. Dan moet het wel heel slecht zijn inderdaad. Maar je doet dat wel goed. Heb je het vaak over moeten doen of niet? Nou ja, mooi wat. 2 minuten, jongen. Maar even één ding. Heb je al een nieuwe auto? Want dat is nodig, heb ik begrepen. Nee, ik heb een wereldautootje. Nee, maar gisteren kon je niet wegkomen. Er is van alles met die auto gebeurd hier. Mensen waren blij met je, Jan. Ik denk dat ze bij de leasemaatschappij niet zo blij zijn met deze beelden. Moet je eens kijken, joh. Waar is dat, Pieter, man? Maar hoe ben je daar weggekomen dan? Die ene steward gaat hem niet redden, hoor. Er kwamen er nog meer. Meer stewards nog? Ja, hij doet deze shirt hem op. Dat was maar 75 meter, dat hebben een uur geduurd. Ja, Nicky was erbij. Kijk, die man zegt steeds, ga nou aan de kant. Hij staat in zijn eentje, iedereen weg te duwen, zeg. Maar iedereen was gelukkig, of je? Ja, dat is toch mooi? Dat is niet normaal, wereldman. Het was niet normaal. Nee. Van de zaken, meneer Mens. Nou goed, maar we zijn niet voor zaken vanavond. We zijn voor Willem zijn we hier. Heeft Willem u wat voetbalkennis bijgebracht in de loop der jaren? Nou, het is aan mij niet zo besteed. Ik ben wat dat betreft, voetbal, dat is niet mijn sterkste kant. Nee. Maar ik vind het hartstikke leuk altijd om met Willem over voetbal te praten. Maar ik moet wel heel goed voorbereiden. Lukt dat een beetje? Nou, als ik het aan jullie programma overlaat, blijkt van niet. Maar ach ja, joh, het is maar een spelletje.